Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Het is vandaag dinsdag 19 december en ik ga vandaag weer voor jullie een dagje filmen. Als je er wel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dinsdag en het is 7:30. Ik moet weer een dagje werken. De laatste paar dagen voor de kerstvakantie. En ja, dat eigenlijk. We hebben vandaag, probeer ik wel ook wat leuke dingetjes er steeds op te doen. Dus gisteren hadden we ook dat we iets met kerst gingen knutselen. Ik heb kerstkaartjes gisteren gemaakt. Die moet ik zo meteen eventjes verstoppen. Dat ze die nog niet zien. Want we hebben namelijk morgen kerstdiner op school. Echt super leuk. En dan ga ik die kerstkaartjes ook geven aan de kinderen. En verder ben ik dus ook bezig geweest met een verhaal schrijven. En ik dacht, dit is wel een hele leuke tip. Waarschijnlijk kennen jullie allemaal ChatGPT wel. En op ChatGPT kan je natuurlijk opdrachten geven van wat je graag wil dat er wordt gemaakt. En ik heb daar een kerstverhaal laten maken met alle namen van de kinderen. En ik dacht, dat is wel heel erg leuk om dat dan tijdens het kerstdiner voor te lezen. Dus dat is een tip van mij. Het is eigenlijk gewoon een verhaal met alle namen erin. En dan ga ik dat laten voorlezen. Dus ik ga nu eventjes dat verhaal maken. En je typt gewoon in ChatGPT. Ik wil graag een grappig verhaal. En dit zijn dan alle namen van de kinderen. Echt een heel leuk idee. Vind ik zelf. We hebben het natuurlijk gehad over het maken van een speurtocht. Gisteren hebben jullie zelf een speurtocht gelezen. Jullie hebben aanwijzingen bedacht. En vandaag gaan jullie zelf een speurtocht schrijven voor een cijfer, want les 9 is altijd voor een cijfer. Maar ik ga het eerst eventjes aan jullie uitleggen. Ik oefen het schrijven van een speurtocht. Een speurtocht is ook wel een instructietekst. Wie weet er nog meer voorbeelden van een instructietekst? Een handleiding, heel goed. Een recept. Gebruiksaanwijzing en nog één ding, een bijsluiter, dat zijn allemaal instructieteksten. Nou, wat jullie zo meteen gaan doen, je gaat straks in dat aparte schriftje, dat hoef je nu niet te pakken, je pakt straks in dat schrift en daar ga je daar een speurtocht in schrijven. Je kan hier wat klapwoorden opschrijven, hier ga ik niet naar kijken. Dat schrift ga je straks inleveren en daar komt jouw speurtocht in. Voor een speurtocht is het belangrijk dat je een thema gaat bedenken. Je gaat dus deze woordspin, daar begin je straks mee. Bedenk een leuk thema voor je speurtocht. Bijvoorbeeld, wie weet wel een leuk thema? Kerst, hartstikke leuk thema. Halloween, Pasen. Je schrijft je thema schrijf hierin en je bedenkt wat steekwoorden voor er omheen. Straks ga je jouw glazen potje versieren en er komt uiteindelijk een vaccine. Als je naam er nog niet op staat, kan je straks deze stift van mijn bureau pakken. Kan je op de onderkant je naam schrijven. Deze stift gaat er nooit meer vanaf. Dus dat komt goed uit. Verder heb je twee dingen waarmee je het gaat versieren. We hebben namelijk vloeipapier en dat kennen jullie wel. Daar kan je met een potlood een figuurtje op maken en dan kan je het uitknippen. En dan plak je het op je glas. Daar kan je bijvoorbeeld kerstbomen mee maken, kerstmannetjes, sterren. Nou, verzin het allemaal maar. We hebben nog heel veel vloeipapier over. Stel nou dat jouw kleurtje echt niet meer in de bak zit. Dan mag je een kleurtje van de nieuwe stapel pakken. Maar kijk eerst even naar de restjes. Want er is echt nog heel veel over. Anders krijgen we zo'n stapel met restpapier. Verder heb ik ook glasstiften. Deze glasstiften die gaan er niet meer vanaf. Dus als je het erop doet, kan je, ja misschien heel snel, maar daarna droogt het op en dan kan je het niet meer uitgeven. Met die glasstiften kan je bijvoorbeeld sneeuw maken, maar je kan er ook dingen opschrijven, zoals bijvoorbeeld Merry Christmas, of een leuke quote, of iets anders. Dunne lijntjes, bijvoorbeeld je kan een kerstboompje best wel makkelijk zo knippen, maar dan kan je misschien daaronder het boogje maken. Of wat is nog meer handig om met stift te doen? Oké, wij gaan vaccinelichthoudertjes versieren. Dan kunnen we met het kerstdiner kunnen we deze op tafel zetten. Nou, hier hebben we een leuk kerststerretje. Nog helemaal niks. Zo. En ze mogen dus zelf kiezen wat ze erop gaan doen. Kijk, we hebben hier al een hele cute sneeuwpop. Heel schattig. En een klein kerstboompje.
Kijk, ze kunnen dus erop tekenen, maar ze kunnen dus ook gewoon met stift. Een mooie kerstboom. Nou, het is na schooltijd en we hebben dus die potjes versierd. Kijk, ik zal er even een paar laten zien. Ze zijn echt allemaal echt heel erg leuk geworden. En ze mochten dus met papier, maar ze hebben ook dingen met stift gedaan. En zo zien ze eruit. Echt mega cute. En hier komen dan lichtjes in. Zo. Nou, ik ben eindelijk klaar. Mijn rapporten zijn allemaal af. En ik ga nu lekker naar huis. En morgen hebben we het kerstdiner. Heel veel zin in. Nou, ik ben met mijn vader. En we gaan lekker sushi eten. En het is er nu. En ik heb zoveel trek en zoveel zin erin. Hele lekkere sushi. Zei je dat echt lekker weertje? Zullen we ze eerst even openmaken? Maar kijk, nu is nog die actie dat het gratis is, een deel. Want anders is het hier wel wat prijziger. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb met mijn vader sushi gegeten. Blijft dit staan? Ik hoop het. Ik heb in ieder geval bij mijn vader even lekker sushi gegeten. En ik ben nu thuis en ik ga nu mijn make-up eraf halen. En ik dacht, ik film dat eventjes voor jullie. En wat ik ook ga doen is mijn haar even in de olie en zo zetten. Want twee keer per week was ik mijn haar. En dan doe ik er gelijk even een masker en zo in, zodat het kan intrekken. Want dan heb ik morgenochtend heb ik super glad haar. En dan is het een beetje verzorgd. Nou, zoals jullie weten had ik misschien eerst extensions. En ik ga dus deze week ook naar de kapper. En morgenavond... Ik haal het eerst even mijn micellair water eraf. Ik ga ook even mijn gezicht reinigen. En ik ga zo meteen ook even wat bruiningscreme aanbrengen. Ik ben echt een witspook. Oké, ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ik ga dus eerst heel even mijn lichaam afspoelen. Dat ga ik eerst doen. Nou, ik heb eerst toch maar eventjes gedoucht. En mijn tanden gepoetst. En daarna doe ik pas mijn skincare. Ik gebruik sowieso dus vitamine C serum, maar dat heb ik al laten zien in deze vlogmes. Zo, en morgen hebben we dus het kerstdiner en ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik ga ook helemaal filmen hoe ik me ga klaarmaken en ik ga een paar van die meiden hun haar krullen. Dus dat ga ik ook laten zien. Zo, en een cremetje op. Zo, en dan doe ik hier overheen. Doe ik even wat magic drops, zodat ik echt iets bruiner ben morgen, want ik ben echt een wit spook. Zo. En bij mij werkt dit dus ook best wel verzorgend voor mijn huid. Voor sommige mensen is het echt killing, maar bij mij werkt het best wel goed. Nou, 10 minuten verder. Ik heb niet kunnen vinden wat ik zocht. Het is nog steeds echt een drama in mijn huis. Dus ja, dan lossen we het maar even anders op. En gebruik ik gewoon de producten die ik heb. Ik gebruik in ieder geval deze. Die haarolie. Moet ik alleen niet te veel van aanbrengen. Die breng ik dan een beetje zo hier. Zo. En ik heb ook nog deze van Kerastase. Die is heel goed voor de hoofdhuid. Dus die breng ik ook aan. Zo. En dan masseer ik dat even een beetje in mijn hoofd. En dan gebruik ik ook nog Olaplex nummer 3. Oh, daar ging een stukje naast. En normaal ook een masker, maar die kan ik eventjes niet vinden. Dus ik doe het even op deze manier. Deze gebruik ik gewoon door mijn haar. En nu ga ik lekker slapen.